Nou, het is wel een leuke mop. Een man komt de café binnen en die vraagt aan de ober 1 bier uit een flesje. Zo'n Heineken Export. Hij zegt maar, wilt u dopje erbij laten? Dus die ober denkt, nou ja, dus je doet, ja. Maakt het flesje open, zet het flesje neer. En legt het dopje erbij. Die man die draait dat dopje om. Ja. Met de open kant naar boven. Giet dat dopje vol met bier. En haalt een enorme zwarte tor uit zijn binnenzak. En die loopt zo over de bar heen. Die begint uit dat dopje te drinken. Die ober die zit daar een tijdje naar te kijken. Hij zegt, dat heb ik echt nog nooit gezien. Hij zegt, wat is dat in godsnaam voor een beest? Hij zegt, ja, dat is een Afrikaanse tor. Hij zegt, ja, maar hoe kom je daar nou aan? Hij zegt, nou, dat is een heel lang verhaal, maar dat zal je vertellen. Hij zegt, mijn zwager Joop en ik gaan al jaren samen op vakantie. We gaan wel eens vissen in Zweden en in Schotland. Hij zegt, maar we zijn ook een keer naar de Amazonegebied geweest. We hebben de hele Amazone afgezakt met een bootje. Hij zegt, we doen hele gekke reizen. Hij zegt, maar 3 jaar geleden waren we een keer op een safarivakantie in Afrika. En toen zijn we verdwaald in de boesboes. Hij zegt, toen hebben we 5 dagen zonder eten en met maar 2 liter water overleefd. En toen kwamen we eindelijk in een dorpje in Burundi. Dat is een land in Afrika. Ja. Hij zegt, en dat was een heel leuk plaatsje. Hij zegt, dat plaatsje heette... Hoe heette dat plaatsje ook weer? En ineens kijkt hij naar die tor, zegt hij, Joop! Hij zegt, Joop, hoe heette dat plaatsje ook weer waar jij die dochter van de tovenaar zwanger hebt gemaakt? Radio 10.